volgende item is heel anders dan wat u had verwacht. Wauw, is van hout? Nee, het is van metaal. Metaal, helemaal? Helemaal metaal, en het is niet door mij gemaakt hoor. En dan zult u afvragen, maar ja, wat heeft dit nou met kunst te maken? Wie heeft jou dat gevraagd? Wie heeft jou die vraag gesteld? Heeft het niet gesteld, maar misschien zou je dat zo kunnen vragen. Steek. Maar dit is van 1931. Wie heeft dit gemaakt? Een bedrijf in Amerika, speelgoed aan een bedrijf. En van jongs af heb ik altijd van auto's gehouden. En, je hebt het gekregen? Nee, gekocht. Gekocht? Ik heb altijd van auto's gehouden, maar mijn ouders konden dat niet echt permitteren. Dus ik kreeg af en toe een autootje die ik dan ook heel snel kapot maakte, want ik wist niet te spelen. Mm-hmm. Ja, of ik speelde te ruwen. En waarom is auto's. Het nou bij jou in bezit? Omdat ik... Je hebt het gekocht, zeg ik. Ja, ik heb het gekocht. Je hebt het gezien? Ik heb het bij gezien. Iemand? Nee, ik heb het dan op eBay gezien. En daar... ik verzamel deze dingen als hobby. En iedereen heeft een hobby. En zo Tuurlijk. Ook wij. En dit geeft mij... inspiratie. Het geeft mij motivatie. Want in periodes van dip... wanneer haast alle kunstenaars maken dat mee. Dat je een periode hebt waarbij je eigenlijk blank bent. Je weet niet wat je verder moet doen. Dat noem ik gewoon een periode van dip. En dan wanneer ik bezig ben met dit soort dingen. Dit ding was helemaal gevouwen en zo. Ik heb het weer recht gezet. Nieuwe wieltjes geplaatst ervoor, nieuwe banden. Dus dat is het leuke. Alle onderdelen van deze auto's worden los verkocht. Omdat de wereld... Je kan het zo kopen? Je kan alle onderdelen, ja. Oh. Omdat er in de wereld is er een collectors club. Okay. Die deze dingen collecten. This is another Supreme production. Supreme TV. To entertain, to inform, to inspire.